Vandaag krijgen mijn editor en ik allebei 30 minuten de tijd om een legerbasis te bouwen. Goed, Sebastiaan, welkom terug. We zijn weer bij ons bekende platform. Dankjewel. Ja, dankjewel. Weet je wat we gaan maken vandaag? Vertel het eens. Wij gaan een legerbasis maken. We hebben allebei 30 minuten de tijd om aan onze eigen kant, ik blauw, jij geel, een legerbasis te maken. 30 minuutjes is dus niet te veel, niet te groot, want ja, 30 minuutjes is toch altijd korter dan we denken. Dus ik ga een timer zetten. Heb je al een beetje een idee hoe je dit gaat doen? Of? Klein bootje, maar dat hou ik lekker als verrassing. Hou dat maar als verrassing. Oké, nou, dan zie ik jou zo weer. Helemaal goed. Doei. Ja, Sebastiaan uit de toekomst hier. Mijn microfoon die was niet helemaal goed kennelijk. Hij stond een beetje heel erg luid afgesteld. Voor deze video kan ik daar niet heel veel meer aan doen. Dus ja, kijk er alsjeblieft even overheen, ja? Dankjewel. Kusjes van mij. Goed, jongens, de timer is gestart. Laten we van start gaan. En wij gaan groene terracotta gebruiken om mee te beginnen. Want ik wil eerst een soort van silo maken en een landingsbaan. Dat is denk ik wat ik wil doen. Een landingsbaan en een silo. En laten we de silo dan ook gewoon hier maken. Dan gaan we daarmee beginnen. Want je hebt natuurlijk zo'n, ja, zo'n silo heet zoiets. Een hangar. Ik denk dat een hangar een logischere benaming is voor wat ik hier ga maken. Dus laten we daar ook mee beginnen. Als het goed is heeft Sebastiaan nog steeds de World Edit kennis, jongens. Dus hij zou met World Edit van alles en nog wat kunnen doen. Maar wij gaan beginnen door hier eerst even een halve boog te maken. Wordt hij niet te groot op de... Ah, hij wordt te groot. Hij wordt te groot. We hebben niet zo heel veel tijd. Het is niet alsof we een mega hangar kunnen maken, jongens. Daar moeten we rekening mee houden. Ik denk dat dit een perfecte grootte is, hoe we het nu doen. Even kijken. Dit... Ja, dit is een mooie brede halve cirkel. Dan gaan we dit eventjes snel helemaal opvullen. Nou, dames en heren, daar zijn we dan weer. En vandaag dus een legerbasis. Ik denk dat ik gewoon heel simpel wil beginnen voor deze legerbasis met een landingsbaan en een hangar. Ik denk dat dat even een beetje het leukste is. Dan heb je al een beetje een, hoe zeg je dat, algemeen beeld van een legerbasis. Natuurlijk, elke legerbasis heeft een hangar en een landingsbaan vaak wel. Ik denk dat ik het gewoon met vliegtuigen wil doen. Het zal me niks verbazen als Max iets van tanks gaat gebruiken. Maar ik wil misschien eerst even kijken of als ik eenmaal de landingsbaan en de hangars heb, of ik dan bijvoorbeeld nog iets van een vliegtuigje kan proberen te bouwen. Even kijken, hoe breed wil ik die landingsbaan maken? Ik denk 6, 7 breed. Even kijken, 1. 2, 3, 4, 5, 7 breed. Of zullen we 8 breed doen, heb ik een even aantal. Mocht ik nog iets van lijnen of zo willen, dan kan dat. Gaan we het proces even versnellen door World Edit te gebruiken. Dan ga ik hier, grey terracotta, of grey concrete is dit, gaan gebruiken zo. Oké, hoppakee. Dan gaan we dit kopiëren en plakken naar de andere kant. Ik zie nu trouwens dat ik nog steeds mijn skin met haar aan heb, jongens. Dat was niet de bedoeling. Ik ben die helemaal vergeten uit te zetten. Ik heb mijn haar op mijn hoofd. Sorry voor de rare skin. Goed, we hebben in ieder geval een halve hangar nu. Laten we heel even ook een soort deur erin creëren, dat die open staat. Oké, dan gaan we dat met chains en met een grindstone gaan we een soort systeem laten lijken alsof je hem daadwerkelijk open en dicht kan schuiven. Hier, kijk, dat ziet er dan zo uit alsof je daadwerkelijk open en dicht kan. Zo, ja, dat is leuk. Met stairs maken we hier al helemaal een soort systeempje erbij. Deze deur kan gewoon open en dicht schuiven. Zo, dan hebben we dit systeem leuk gecreëerd. Dan gaan we de binnenkant gaan we even opvullen. Laten we eerst die hangar doen. En als die hangar klaar is, kunnen we hier de grote landingsbaan doen. Grey concrete powder en grey wool. Dat is misschien wel een leuke zo. Veel lichter erin, dat het gewoon even helemaal licht hier binnen is. Oké, nou dan hebben we in ieder geval al een leuke hangar zoals dit. Ga ik er even wat blaadjes overheen laten hangen. Moet natuurlijk wel een beetje wild zijn, want het is natuurlijk op een legerbasis zoals dit, jongens, zo'n hangar. Oké, top. Nou, dat heb ik even gefixt. Dat mocht even duren. Dan wordt dit dus de landingsbaan. Dan wil ik even kijken of ik iets van lijnen kan krijgen. Want je, ja, eigenlijk gewoon dat je weet van, joh, als je landt, dat is het midden van de landingsbaan. En dan heb je in ieder geval een landingsbaan. Dan gaan we nu een hangar bouwen. En dat wil ik eigenlijk een beetje met donkergroene blokken doen. Kijk, het is niet helemaal lekker met die border, maar goed, weet je, dan moet je maar even lief nemen. Dan ga ik nu even zien, dan maak ik hier de eerste palen voor de hangar. Die doen we gewoon 4 blokken hoog. En dan plaats ik hem ook hier, denk ik, 4 blokken hoog. Of is het te laag? Nee, dat kan best wel, denk ik. Dan doen we er wat leuke antennes op zetten. Zo, hoppakee. Dat zijn gewoon wat antennes, zodat er ook verbinding is. Radioverbinding, weet ik veel wat, met de andere legerbasis. En we doen daylight detectors als een soort van zonnepanelen. Wat ook een beetje op industriële dingen lijkt. Hier, dit moet natuurlijk wel allemaal een beetje legerachtig uitzien. Ja, dat is leuk. Dan wat levers, wat redstone torches. Een beetje gekkigheid gewoon erop. Alright, dat ziet er leuk uit. En nu daadwerkelijk de binnenkant doen. En dit is één grote opslagplek dit. Dan gaan we furnaces, we gaan barrels, we gaan alle andere soort functional blocks gaan we pakken.
looms, noteblocks, composters, anvils, cartography tables. We gaan gewoon hier. We gaan er gewoon één grote opslagruimte van maken. Van dit. En dat is in principe echt heel simpel om te doen op deze manier. Het leger moet ook dingen opslaan, jongens. Het leger moet zeker ook dingen opslaan. Even kijken, hoe ziet dit eruit? Ja, dit begint er al leuk uit te zien. Leuke opslag dit. Leuke opslag. Dan hangen er ook wat lampen hier en daar. Zoals, even kijken. Nou, die kunnen we wel hier laten hangen. Zo, even kijken. Joppakee. En hier ook zo eentje. Ja, dat ziet er leuk uit. Nog meer opslag aan deze kant. Wat kisten erbij. Kisten zijn natuurlijk altijd handig voor opslag. Dat maakt het ook een beetje iets rommeliger. En dat is al helemaal heel leuk. Hier kijk, zoals, even kijken, dit hier. Ja, dat ziet er heel leuk uit. Dan voegen we wat koorstuur toe. Alsof er veel omheen is gelopen en dat het een beetje rommelig hier binnen is. Er zijn vaak mensen hier met die opslag bezig, dus ze nemen veel troep onder hun schoenen mee. Waardoor er natuurlijk overal een beetje dirt ligt en een beetje blaadjes hier en daar. Oké, en dan wat we nu gaan doen, jongens, ik hoop dat ik daar genoeg tijd voor heb. Ik heb nog 20 minuten, we zijn al 10 minuten bezig. Dus we gaan heel even een autootje snel maken. Gewoon een klein legerautootje gaan we hier plaatsen. Zo, en dan doen we hier een hopper om de uitlaat leuk te laten lijken. Even kijken, hier doen we even zwart tijdelijk zo. Hopper er tegenaan, kijk, dan is het net alsof hij een uitlaat heeft. Buttons er tegenaan, alvast het nummerbord hier plaatsen. Hoppakee, ja, dat ziet er leuk uit. Dan gaan we met groene concrete maken we gewoon even de voorkant. Of maken we de auto zelf. En we maken er een hoge auto van. Het wordt een hoge auto. En dan gaan we even kijken, jongens. Dit gaat misschien heel zonde zijn van mijn tijd, maar ik heb een idee. We kunnen hier met green banners, kunnen wij als het goed is een beetje wat ramen creëren op deze manier. Kijk, dan kunnen we het net laten lijken alsof hier gewoon zo wat ramen in zitten op deze manier. Ja, dat ziet er serieus ook nog leuk uit. Dan een loom aan de voorkant. Even kijken, hier om de grill na te bootsen. Kijk, dit is net een grill. Item frame erin hier. Met gele wol, witte wol maken we hier de lampen. Doen we met zwarte carpets hier even een stoere voorkant. Nog even glas er tegenaan, maar dan moet ik deze heel even oppakken weer. Zo, er moet natuurlijk wel glas tegenaan. En dan hier die streep die ook over de bovenkant loopt. Ja, kijk, nu hebben we een soort legerauto erin staan, jongens. Dat is toch cool? Dat is toch echt heel even cool gewoon dit. Heel simpel, maar wel leuk. Je herkent gewoon dat de legerauto is. Goed, laten we nu gelijk even die weg maken hier. Die gaan we helemaal van hier tot het einde maken, ongeveer hier. Dat wordt deep slate, cobbled, deep slate en light gray concrete powder. Nee, normale gray concrete powder wordt het. Sorry, gray concrete powder. Ja, kijk, dan hebben we dit. Dan gaan we met gele strepen gaan we het pad in het midden creëren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En zo voort. Dan gaan we dit even helemaal herhalen. Even kijken, dan heb ik dit. Dan wil ik eigenlijk nog even een dak erop maken. En ik denk dat ik die gewoon in een punt laat lopen. Ik zit ook te denken, als ik dit zometeen af heb, dan maak ik hier nog even alle steen. Maar daarna zouden we ook bijvoorbeeld nog iets van een check-in point kunnen doen. Dus als je natuurlijk op de legerbasis werkt, dat je even door een hokje heen moet om je pas te scannen. En om te kijken of je geen gekke dingen bij je hebt. Dat kunnen we natuurlijk ook gewoon nog doen. Even kijken, dan heb ik in ieder geval hier die hangar. Die laat ik ook vooral lekker dicht. Ik denk dat ik hier de bovenkant zelfs weer even kijken, open maak. Kijk zo. Dan heb je echt een beetje idee dat hier een hangar is. Dan pak ik nog even stoom. En dan zie ik jullie zoals dat erop zit. Oké, dat is opgevuld. Dan hebben we in ieder geval een landingsbaan met een hangar. Dan wil ik nog even een paar torches plaatsen waar kan. En dan wil ik eigenlijk hier dan een stukje met misschien hekken of zo. Bestaat niet iets van een fence of zo? Even kijken, dan gaan we het even afbakenen allemaal. Oké, we hebben nog ongeveer 17 minuten en het begint er wel heel leuk uit te zien. We gaan even met Enderside Slab hier gaan we even een zijkant creëren, zo. Een klein stoeprandje, al is het maar heel klein, hoeft er niet veel details in. En eigenlijk wil ik ook een vliegtuig bouwen, maar ik denk dat ik al mijn tijd aan ga verspillen. Want auto's bouwen, dat is natuurlijk echt heel simpel. Dat, ik bedoel, het lijkt al een klein beetje op een auto, maar een vliegtuig is toch een stuk geavanceerder. En ik weet niet zo goed uit mijn hoofd hoe nou een vliegtuig precies ja, ik weet wel hoe een vliegtuig eruit ziet natuurlijk, maar jullie snappen wat ik bedoel, het is een stuk moeilijker. Goed, dan gaan we hier een aantal bomen creëren, zoals dit, gewoon allemaal van die grote, mooie oakbomen. Hoppakee. Oh, dit zijn echt grote. Oh, dit zijn hele grote alleen maar. Hoppakee. Overigens ook met World Edit doe ik dit, jongens. Dan gaan we nog even wat blaadjes hier en daar verspreiden. Deze kant hier wil ik namelijk gewoon helemaal gevuld hebben met blaadjes. Het moet legerbasis is een beetje afgedekt. Het is een beetje stiekem hier in de bosjes natuurlijk. Ze zijn goed verstopt, zijn ze. Niet in het open helemaal. Dan gaan we dit even boomen. Normaal zou ik dit heel bewust met bepaalde planten doen en met bepaalde gras hoog en laag. Alleen nu ga ik het gewoon even boomen voor mijn eigen gemak.
Oké, dat enige wat ik dan nog aangepast aan dit stukje gras hier is, even kijken, is door er even wat mos doorheen te gooien. Kijk, nu zit er een beetje mos doorheen. Leuk detail. Goed, dan hebben we dit hier. Dan hebben we de lege baan hier. En dan hebben we een hangar natuurlijk. Wat gaan we hier omheen nog doen? Ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat ik hier gewoon eventjes een soort van hek ga maken. Oké, het kost even volle focus. Maar dan heb je ook wel weer wat. Zo. Even kijken of ik het hier op kan plaatsen hoor. Dan ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat kan gewoon. Kijk, dit is top. Even kijken, dan moeten we ook nog even iets van een poort maken. Dus dan ga ik er toch weer een aantal wegslopen. Dan gaan we hier denk ik een huisje bouwen. Zodat je het terrein op kan komen. Legerbasis zijn natuurlijk niet. Daar mag niet iedereen naartoe komen. Je moet wel een soort van toegang hebben daarvoor natuurlijk. Dus wat we kunnen doen is even zoals dit. Het lijkt een beetje op wat ik ook eerder al had gedaan. Met de gevangenis die we gebouwd hebben in de vorige video's. Maar ja, in principe is dat ook natuurlijk een beetje hetzelfde concept. Je mag gewoon niet op. Je mag gewoon niet heen. Oké, dan ziet dit er goed uit. Dan gaan we dat helemaal nu rondom brengen natuurlijk. Zo, dat is dan helemaal rondom. Ja, dat ziet er leuk uit, jongens. Oh, ik moet niet te hoog vliegen, anders zie ik Sebastiaanse ding. Ik zag niks, jongens. Ik zag niks. Ik moet oppassen dat ik niet te hoog vlieg. Goed, wat heb je meestal nog meer op een legerbasis? Een trainingsruimte. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 12 minuten. Ik kan wel een soort trainingsruimte creëren. Maken we hier een doorgang van coarse dirt. Zo, en dat loopt een beetje leuk over hier in de weg. Even kijken. En dan komt hier de ingang daarvan. Kunnen we hier leuk gras gebruiken zo om het even af te zonderen van de rest. Oké, dan gaan we heel snel gaan we dit doen. Eerst gaan we even de locatie zo een beetje bepalen door dit te doen. Dan gaan we dit hier. Nou, deze moeten we ook nog barricaderen. Zo een beetje. Hoppakee. Dit hier gaan we vullen met coarse dirt. Route dirt, normaal dirt en grasblokken. Zodat het een beetje rommelig is. En dit is het trainingsgebied. En hoe ziet zo'n trainingsgebied eruit? Een klein parcoursje misschien. Hier dat ze moeten parcouren is misschien wel leuk. Je hebt altijd gewoon die parcoursjes erbij zitten natuurlijk hier. Hoppa, zo. Dat is leuk dan. En dan hier weer naar beneden. Zo. Dan moeten ze hier over zo een klimmuur moeten ze springen. Zo'n hoge muur. Nee, dan moeten ze het overheen klimmen. Hier moeten ze overheen klimmen. Dus dan ga je zo. Hier klim je dan overheen naar de andere kant. Hier moet je ergens onderdoor kruipen. Hier onderdoor. Kijk, hier moet je hier onderdoor kruipen. Zo, kruip maar onder het gaas door en zo. Ja, dit is een leuk trainingsgebied. En dan tot slot moet je op de bel drukken als je het hebt gehaald. Dat kan even kijken. Als je het hebt gehaald, mag je hier op de bel drukken. Ja, dan hebben we een klein trainingsgebiedje hier gecreëerd. Hier nog even weer van die hoge bomen erbij. Boomielen we dat ook leuk, dit gebied. Zo, dat is leuk geboomield. Hoe ziet dit er nu uit vanaf hier? Ja, kijk dit nou, jongens. We hebben een hangar, een trainingsgebied, een grote weg hier. Alleen aan deze kant moet nog iets. En we hebben nog 9 minuten daarvoor. Wat kunnen we aan deze kant doen? Wat zit er nog meer op een legerbasis? Eigenlijk een uitkijktoren. Eigenlijk een uitkijktoren. Heb ik daar de tijd? Ga ik het nu verpesten? Kijk. Dan heb je in ieder geval nu een hok waar je doorheen loopt. Je kan ook nog even een tafeltje in plaatsen of zo. Oh, dan moet ik wel even de deur goed plaatsen. Tafeltje weet ik inmiddels ook hoe ik dat moet doen. Dat heb ik wel weer geleerd. Kijk, hier een tafeltje. Nou, ik vind het voor nu wel dikke prima. Zo, oké, dan wil ik eigenlijk kijken of ik hier nog een vliegtuig in kan bouwen. Ik heb nog ongeveer 10 minuten de tijd, zie ik. Ja, dit gaat echt niet het mooiste vliegtuig worden, dat ga ik jullie nu al kunnen vertellen. Ik ben überhaupt aan het twijfelen of ik überhaupt wel een vliegtuig kan maken. Of ik daar wel echt genoeg skills voor heb om het te kunnen doen. Ik denk het zelf niet, maar goed. Ik pak in ieder geval even een paar blokken. Dit wordt dan de banden. En ik moet dan ook nog eigenlijk een wit blok hebben, denk ik. Of een zilverblok, maar je hebt iets van zilver volgens mij, hè? Ik pak denk ik maar dit gewoon. A few moments later. Ja, maar dit gaat ook niet mooi staan, want je ziet tegen die muren van die hangar. Oh, wat is dit jammer. Dit gaat nooit op een vliegtuig lijken, wat erg. Ik ga het anders aanpakken. Ik ga het allemaal weghalen en dit wordt helemaal niks. Dat zie ik nu al. Laten we kijken of we dit nog kunnen maken, jongens. We gaan even heel erg mijn best doen. Een kleine uitkijktoren. Oh god, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ga ik het echt nu verpesten gewoon? Ik ga het mogelijk dat ik het gewoon niet meer red. We gaan even kijken of we een simpel uitkijktorentje kunnen bouwen. Zo, dan ja. Oké, dat is prima. Laten we eerst heel even detailloos maken. Dan kan Sebastian op zijn minst zien dat het een toren moest voorstellen. En misschien als we dan tijd over hebben, kunnen we hem een beetje details geven. We kunnen eerst gewoon beginnen door dit ding een beetje simpel te maken zoals dit. Helemaal van andesite ook. Spuuglelijk natuurlijk, maar het is niet anders. Het is niet anders. En dan gaan we met deze groene blokken hier gaan we natuurlijk een ding erop creëren. Een dak. Ik denk serieus nog beter dat ik hier op een landingsbaan een vliegtuig kan bouwen dan dat ik het in die hangar doe. Dus ik denk dat ik het gewoon maar hier ga doen. Kijken, dan wil ik hier echt de cockpit maken.
van het vliegtuig. Dit is natuurlijk ook de eerste keer voor mij, dames en heren, dat ik echt een vliegtuig aan het maken ben. Of een, ja, een straaljager is het eigenlijk. Ik zeg deel dat vliegtuig, maar het is natuurlijk een straaljager. Oké, dan gaan we nu snel details toevoegen. Er moeten nu heel snel heel veel details in. Anders is dit natuurlijk niet te doen, jongens. Anders is deze toren echt heel lelijk. Dat is hij al een beetje. Hier wat raampjes eraan toevoegen. We hebben nog 6 minuten. 6 minuten de tijd. Dit is heel spannend. En in plaats van glas doen we daar natuurlijk iron bars in deze toren. Om hem een beetje wat angstaanjagender te maken. Verdikken we hier de onderkant een beetje om hem wat steviger te maken. Oké, hoe ziet dit er nu uit? Het ziet er niet echt heel mooi uit. Het ziet meer uit als een tovenaarstoren dan als een daadwerkelijke dingenstoren. Dus wat er denk ik dat op gaat lossen, is door hem iets vierkanter hier te maken. En door er een soort balkonnetje omheen te maken, dat ze hier met hun wapens kunnen staan. Zodat er zeg maar een heel rond balkonnetje zoals dit omheen loopt. Dus even te kijken, kan die vlammetjes kan die niet draaien of zo? Dat ze zeg maar die kant op staan. Maar dan kan je echt een beetje het idee krijgen dat het echt een vuurstraal is die eruit loopt. Maar volgens mij kan dat niet. Dat vind ik wel jammer. Kijk, anders dan maak ik hier en hier twee plekken waar vuur kan komen. Dit wordt echt heel slecht. Holy damn. Maar goed, weet je, ik heb denk ik geen keuze. Dan zit ik even te kijken of ik hem hier nog wat kan laten aflopen in de vleugels. Want het is nou wel een heel vierkant ding. Dan met iron bars dit natuurlijk dichter weer. Ook weer zendertjes creëren erop natuurlijk. Zo, dat zijn dan een beetje zenders zijn erbij gekomen. De toren is zo lelijk. De toren is zo lelijk. Holy, de toren is lelijk. Dus hier kunnen we nog een beetje iets moois ervan maken. Ik heb hem te veel op een soort middeleeuwse fantasietoren laten lijken aan het begin. Nou, op zich, nou, het is gewoon niet heel mooi. Het is gewoon niet heel mooi. Hoe lang heb ik nog? 3 minuten! Oké, dan creëren we even een ijzeren deur. Dus dan is hij ook dicht. Dan kan je er niet in. En het enige wat ik nu nog ga doen is even een blokvariatie maken. Snel met World Edit om hem een beetje mooier te maken. Ja, oké. Ik denk dat ik hier genoegen mee neem. Ik heb volgens mij nog echt zo'n 5 minuten. Wat kan ik nu nog in die 5 minuten maken? Ik kan iets van een uitkijktoren bouwen. Ik denk dat dat wel leuk is. Kijk, nu zie je op zijn minst nog van meerdere soorten blokken. En dan, wat we dan nu nog even doen hier, is het pad even wat rommeliger maken. Zo, wat blaadjes aan de randjes toevoegen hier. Zo snel mogelijk boomielen die handel. Boomielen. Wat bomen erachter toevoegen. Misschien een boompje zelfs hier erbij. Om hem een beetje in te bouwen. Omdat het niet de mooiste toren is. Oeh ja, kijk. Dan bedek ik de toren een beetje. Dat is natuurlijk niet de mooiste toren. Dus we bedekken hem gewoon met wat bomen. Zoals dit. Ja, dat is leuk jongens, die bomen. Oké, en dan alleen nog even wat variatie in de blokken van de hangar. Kijk, nu is hij half van green terracotta. En dat is zeg maar een lege printje dat mist. En het was groen, maar het moest natuurlijk een lege printje groen zijn. En ik denk dat we hem dan hebben jongens. Want de tijd, we hebben nog een minuut. De tijd zit er bijna op. Ik ga deze auto gaan kopiëren en gewoon nog een keer ergens neerzetten. Dat red ik nog wel in die laatste minuut. Kijk, die kunnen we bij wijze van nog hier zo. /paste -a. Kijk, hoppakee. Hoppakee. Dan hebben we op zijn minst die auto nog hier staan. Dan kan ik hem ook nog even hier neerzetten. Zodat deze ook deze kant op rijdt. Nog even deze trapdoors hier aan de achterkant. Zo, ik weet niet waarom. Dat lijkt dan op de deur. En dan hebben we nog... Oh, ik had nog iets meer tijd. Nu heb ik nog 50 seconden. Ik zat niet goed te kijken. Kijk jongens. Kijk nou even naar dit, hé. Zien dat ik de auto's een beetje verschillend kan maken. Door de ene iets groener te maken en de ander iets zwarter. Kijk, deze heeft gewoon groene carpets. Bovenop zijn hoofd zitten hier. En die daar heeft zwarte, dus dan verschilt het ook nog een beetje. Okay, ik moet deze wel even zo snel mogelijk afkrijgen, denk ik. Want de tijd die tikt enorm erg door, ga ik vanuit. Ik zit nog wel leuk te zeggen uitkijktoren. Maar dat kan ook voor hetzelfde geld gewoon zo'n... hoe heet dat ook? Dat je op een Schiphol hebt dat je natuurlijk zo'n luchthaven... Hoe heet zo'n luchthaventoren? Ik kom even niet op het juiste woord, maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Luchtverkeersleidingtoren. Oké, die is dicht. En dan nog even een toortje erop. Dan zijn we denk ik door de tijd heen. Ja, nou, dit lijkt in ieder geval wel op een toren volgens mij. Waarin je wel het verkeer van het vliegtuig kan regelen. Ik denk dat ik hier genoegen mee ga nemen. Want ja, de tijd gaat elk moment klaar zijn. Deze heeft zelfs moss carpets. Dan is hij al helemaal anders. Nee, ik sloop de loom. 20 seconden. Oké, nu hebben we hem. Nu hebben we hem, jongens. Hij is helemaal klaar. Mijn lege basisje is af. De toren ziet er uiteindelijk ook nog best wel leuk uit. Ik bedoel, hij kon lelijker. Laten we een beetje variatie er doorheen doen in de laatste paar seconden die ik heb. Ah, de timer gaat. Oké, ik stop. De timer is gegaan. Sebastiaan. Ja, daar zijn we weer. De tijd is voorbij. Oh. Je half uurtje is voorbij. Ben je tevreden? Ja, ik ben voor het eerst tevreden, denk ik, een beetje. Oké. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd. Ik heb alles kunnen maken wat ik in gedachten had. Dus ja, normaal gesproken was het elke keer, ik kreeg het net niet af. Maar tot nu toe heb ik alles. Oké, nou dan ben ik heel benieuwd. Ik ga even kijken. Ik ga de muur weghalen. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, daar komt-ie. 3, heel benieuwd. 2, 1, boom. Ja.
Oh, okay. Je hebt een vliegtuig! Yo, dat is echt sick! Oh, maar we hebben echt aan hetzelfde gedacht. Ja, ik denk ja, jij hebt het nummer. Maar ja, het was vliegtuig dus meteen, dat wel. Ja, ik herken het. Ja, tuurlijk, dat is een vliegtuig. Ik twijfelde nog om er eentje te maken. Oh, wacht. Oké, kom maar even met de rondleiding weer. Ik ben helemaal klaar om hier te staan. Even kijken. Goeie rondleiding. Ik begon gewoon met een simpele landingsbaan. Ik denk, nou ja, elke legerbasis heeft natuurlijk wel een landingsbaan. Toen een hangar. Toen heb ik nog geprobeerd het vliegtuig in de hangar te bouwen. Maar toen kom ik eigenlijk tot de conclusie. De hangar is dat past niet, ja. Nee, dat past niet inderdaad. Dat gaat niet passen inderdaad. Dus toen heb ik een vliegtuig gemaakt die aan het landen is. En ik wil eigenlijk van die vlammen aan de achterkant hebben. Alleen ik krijg deze vlammen natuurlijk niet de goede kant op gedraaid. Nee, dat klopt. Die staan inderdaad zoals dit. Ja, dus daar moet je maar even een verbeelding voor gebruiken. Verder een paar toortjes erop, want elk vliegtuig heeft natuurlijk van die lampjes, dat ze zichtbaar zijn. Ja. Nou, dat is in ieder geval echt het landingsgedeelte. Dan heb ik hier een hokje, want iedereen die natuurlijk op een legerbasis werkt, die moet waarschijnlijk door zo'n check heen voor zijn pasjes en zo. Dus dan kan je... Een toorts plaatsen. Ja, deze deur kan je niet open doen. Dat is een ijzeren deur. Ja, dat kan wel, als je hem plaatst. Ja. Maar dan moet je een hendel moet je hier doen. Dat wist ik dan weer niet. En dan, nou de deur. Nou de deur, kijk, daar kan je hem open doen. Oh, niet slopen, maar gewoon... Zo, klikken. Ah, kijk. Ja, zie, daar kan je hem open doen. Kijk. Nou, dan heb je hier... ik wil eigenlijk zo'n douane-achtig ding maken. Dat je door zo'n poortje heen moest. Maar ik moet daar eens maken. Dus ik heb hier maar gewoon een tafel neergelegd. Of neergezet. Dat je daar even je spullen op kan neerleggen voor controle. Ja. Dan ga je door deze deur die ik daarna wel even bij zie. Die slopen we even. Ja, en dan kan je het terrein op. Ah. En dan tenslotte heb ik nog een verkeersregeltoren gemaakt. Een hele grote torch is dit. Ja. Het lijkt echt op... Kijk, het lijkt echt op een hele grote torch. Ja, het is op zich eigenlijk. Ja, inderdaad. En ik heb natuurlijk van de vorige video heb ik een beetje gebruikt om spullen te gebruiken. Geleerd, Iron Bars heb je gebruikt. Ja, precies. Yo, nice. Ja, kijk, kan je er ook in? Nee, ik zat een beetje met tijds dus ik heb geen zorgen, dat heeft hij voor mij ook. Maar, ja. Dat heeft hij voor mij ook. Nee, ik bedoel voor jou niet, want die voor jou ziet er heel erg onstendig en dicht uit eigenlijk. Ja, ik vind het sowieso leuk. Je hebt aan alle goede dingen heb je gedacht. En je wilde even ik zei nog tijdens het bouwen, ik zeg ik ga geen vliegtuig proberen, want dat risico is te groot. Ik weet niet zo goed hoe zo'n vliegtuig er precies uitziet, dus ik ga het niet eens proberen. Maar ik vind het leuk dat jij het überhaupt wel geprobeerd hebt om een vliegtuig te maken. Ja, ik denk het ook. Dat vind ik serieus zo cool. Ja, dat vind ik cool. Goed, nou welkom op mijn legerbasis. Het is iets bebosster, want ik dacht van het moet wel een beetje natuurlijk in de bossen helemaal verborgen zijn en zo. Ja. We hebben hier eerst een legerautootje, zoals dit. Ja. Dat is leuk. Een truck gewoon, snel. Hier rechts heb je het parcours, want ze moeten natuurlijk oefenen, ze moeten trainen. Ja. Heb je zo hier het parcours, moeten ze overheen springen. En hier moeten ze over zo'n net heen klimmen, van de ene kant naar de andere kant. Ja. En hier moeten ze kruipend onderdoor. Zo, en als ze hem gehaald hebben, dan moeten ze op de bel klikken. Kijk, dan hebben we een parcoursje hebben ze gehaald natuurlijk. Ja. Dan lopen we door, dan komen we in de hangar. De hangar is gevuld met opslag en nog een auto. Oh, kijk, allemaal opslag hier. Ja, ik wist ook niet zo goed wat ik erin moest doen. Dus ik denk, ik doe er maar gewoon opslag in. Dan is het op zijn minst nog... Ik zie nu al, je hebt aan meer gedachten dan wat ik heb. Dat is de eerste keer. Tot nu toe denk jij ook een keer aan meer. Maar jij hebt wel meer kunnen bouwen, soort van vergeleken vorige keren. Ja, dat wel, klopt. Ik word sneller. Maar, ja, daarom. Nou, dan hebben we hier nog een autootje. Die heb ik gewoon 3 keer geplaatst. Elke keer wel met een ander dak. Deze heeft een groen mosdak. Deze heeft een groen dak. En deze heeft een zwart dak hier. Dus ze zijn wel anders. Ze zijn niet precies hetzelfde. En dan hier het pad naar de toren. En precies hetzelfde verhaal. Niet genoeg tijd om een interieur te geven. Dus hij is dicht. Het is een dichte toren. Hij heeft wel een uitkijkpunt hierboven. Maar hoe heb je het in zo'n korte tijd zo gedetailleerd kunnen maken? Dat verbaast me echt om. Ik ben niet heel tevreden met de toren. Dat zei ik nog in mijn video. Nee, ik vond de toren een beetje te middeleeuws vergeleken met Dat wel. Ik heb hem een beetje net de middeleeuws gebouwd, de toren. Ja, verder is het leuk. En bossen overal. Ik heb hier ook een hek eromheen kunnen bouwen nog. Zo helemaal rondom. Dat het hek gewoon, dat hij ook weer mooi afgeschermd is. Aan één kant. Je moet een beetje voorstellen dat hier de rest is, weet je? Ja, dat is aan jouw, hoe noem je dat? Imagination is dat. Precies. En een werkende deur, hè? Kijk, er zitten hier draden zitten. Dus hier, dus hij kan open en dicht. Hij kan open en dicht schuiven. Dat is goed, hè? Ja. Helemaal geweldig. Ja, en dat was het. Dat was het alweer. Ja. Ik ben er wel tevreden over. Je bent langzaam Minecraft aan het leren. Ja, je bent echt langzaam Minecraft aan het leren, als we het zo zien. Ik bedoel, je begint langzaam. Je wel weer je redstone. Ik kreeg een reactie over dat iemand heel gefrustreerd was dat jij redstone-toortjes gebruikte. Nee, maar hier klopt het. Want je hebt langs de landingsbaan. Heb je al die rode lampjes? Ja, dat precies. Dat zat ik ook. Echt heel goed aangedacht. Heb ik niet aangedacht. Maar dat vind ik echt een heel goed detail. Dat je die dingen hebt gebruikt. Kijk, je zou ook
uiteindelijk misschien deze kunnen gebruiken zo. Oh ja, dat was ook misschien wel vet geweest. Ja, alleen ik denk dat de redstone torches die geven ook licht. Dat is ook wel. Ja, dat is echt, dit is een heel goed detail, die redstone lampjes. Ja, ja, leuk weer. Heel leuk weer gedaan. Goed, jongens, ik vind trouwens stom dat jij niks over mijn haar hebt gezegd, de hele video. Ja, heel mooi kapsel heb je. Ja, dankjewel. Het is net alsof iemand op mijn hoofd heeft gepoept. Maar jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je nou zo een leuke video? En ben je al geabonneerd? Kom, Sebastian, moeten we even hierheen lopen. Ja. Want hier komt een andere video. Daar doen we heel wat anders. Hele leuke video. Zeker even waard om even te kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.